koning van de bezetting in Gent en zij vragen maar één ding van deze regering. Wanneer gaan de landen zoals België, zoals de Verenigde Staten, die landen waar de universiteiten bezet worden, wanneer gaan die eindelijk economische en militaire sancties nemen tegenover Israël? Want vergis u niet, wij zijn gedekt door de Verenigde Naties. Wij moeten de Europese paraplu helemaal niet opsteken. Wij moeten niet wachten op Europa vooraleer dat wij sancties nemen. We zijn al 7 maanden aan het wachten. En schande blijft dat deze regering met groenen en socialisten na 7 maanden nog geen enkele sanctie heeft genomen tegenover Israël en dat de wapenleveringen doorgaan. Dat is de schande van Vivaldi op dat vlak. De minister van Buitenlandse Zaken en ikzelf nemen contacten om te kijken hoe we met andere landen de financiering van die nederzettingen kunnen droogleggen. Want daar gaat het over. Men zal misschien zeggen dat gaat over 2% van de handel met Israël. Dat is juist. Weet u, meneer de minister, vorige maand nog heeft België voor 1,7 miljoen euro contracten met het militair-industrieel complex in Israël gevoerd. Voor 1,7 miljoen euro contracten. En u hebt het over een boycott van de westelijke Jordaan over. Wat er zou moeten komen is een onmiddellijke boycott van alle samenwerking met het militair-industrieel complex in Israël. Dat vragen de studenten. En waarom roepen wij niet op voor een no-fly zone boven Gaza? Waarom bevriezen wij hier in ons land niet alle tegoeden van de kolonisten die verantwoordelijk zijn voor de annexatie? Wij kunnen enorm veel creatieve maatregelen nemen om de Palestijnen te steunen in plaats van de paraplu van Europa open te schuiven.